Een betonnen teken van 14 meter hoogte trekt in Nijmegen de aandacht wanneer men de Doddendaal nadert, waar een kapel is gebouwd om de nagedachtenis te eren van pater Titus Brandsma. Aan de beeldende kunsten werd een belangrijke plaats ingeruimd bij de bouw van deze kapel, waaraan de naam verbonden is van een in het concentratiekamp Dachau overleden martelaar voor zijn geloof en zijn land. Opvallend was het huldeblijk van een Duitse groep verkenners die Titus Brandsma tot hun schutspatroon gekozen hebben. Foto's en brieven spreken van het leven van professor Brandsma, die in begin 1942 werd gearresteerd wegens zijn verzetswerk en die nog in hetzelfde jaar aan de martelingen van gevangenis en concentratiekamp bezweek. De kapel voor pater Brandsma, die een hoge bestuursfunctie in de orde van de Karmelieten vervulde, kon niet alle belangstellenden bevatten die bij de inzegening tegenwoordig wilden zijn. Daaronder bevonden zich onder andere minister-president de Kwaai, een aantal hoge geestelijken en de fractievoorzitter van de KVP, professor Romme. Een bloedverwant van Titus Brandsma verrichtte de inzegening van de kapel, die niet alleen een nagedachtenis zal zijn aan pater Titus, maar eveneens aan zijn medegevangenen en aan al diegenen die de moed hebben gehad een overtuiging tot het bittere einde toe te beleiden.